André Hazes Jr. lijkt zelf eigenlijk ook geen flauw benul te hebben van wat hij nou allemaal roept. Contradictie begint inmiddels een beetje zijn middelname te worden. Waar hij vorige maand plotseling terugkwam op zijn voornemen om geen volksliedjes meer te zingen, draait hij nu ineens 180 graden over het onderwerp Yvonne Koldenwijer. De een zijn dood is de ander zijn brood, de neergang van André heeft Yvonne groot gemaakt. Keer op keer was haar juice over de volkszanger spot on. André die geen burn-out heeft maar moet afkicken van de kook? Check. André die om kwart over vijf smiddags terugvliegt naar Schiphol? Check. André die weer overhoop ligt met horror mama ragel? Check. Altijd had Yvonne gelijk. Maar wat zei André afgelopen oktober in zijn docu? Zo'n live of Yvonne, die heeft het dan twee keer goed over mij gehad met bepaalde dingen. En die heeft dat, durf ik echt te zeggen, en met alles kan ik dat aantonen: 80% niet waar. Maar iedereen gelooft ook die 80%, omdat mevrouw het twee keer goed heeft gehad. Van 80% gelogen naar 180 graden draaien: André doet het in een periode van acht maanden. Hij zegt in het AD van dit weekend: de laatste anderhalf jaar moet ik er vooral erg om lachen. Voor die tijd vond ik het echt vervelend dat het steeds over mij ging, omdat het klopte. En dan raakt het je, want je weet dat je er een potje van maakt. Inmiddels is er weinig juice meer over hem, beaamt André. Of het zijn nu oude verhalen of dingen die niet waar zijn. Want ik lees dat ik niet in Wilnis zou gaan wonen en mijn huis zou verhuren. Dat klopt niet. Toch blijft Yvonne de gevallen volkszanger op de hielen zitten, ze had gelijk over de ruzie met zijn moeder Ragel en laatst onthulde ze nog dat er een leerplichtzaak tegen hem loopt. Hoe het inmiddels gaat tussen André en Ragel? Bart Etteko van afgelopen weekend in Show We spraken André gisteren uitgebreid over zijn single en die vertelde ons toen minimaal contact te hebben met zijn moeder. Wat zegt André in het AD over de perikelen met zijn moeder en zus? Je kunt niets forceren, vooral ik niet. Ik heb met beiden geen lekker contact, maar ik heb geen ruzie met hen en zij hebben dat wel met elkaar. Dat maakt het lastig. Ik heb er heel veel pijn door gehad, maar ik ben er niet meer zo mee bezig. Als ik mijn zoon van school haal en ik zie die lach op zijn kop, dan telt niks anders meer.